De GoPro Hero 6, 100 euro duurder dan de GoPro Hero 5. Hetzelfde uiterlijk, gelukkig dezelfde accu. Ram even op die abonneerknop en we gaan eens even kijken hoe goed die nou echt is. De GoPro Hero 3 is een van de oudste actioncams nog die ik heb. Daar heb ik een paar jaar geleden de drone video van Rotterdam mee geschoten. Vanzelfsprekend komt daarna de 4 en de 5. En bij de Hero 6 hebben ze het vooral gericht op interne verbeteringen. Zo zijn er hogere framerates beschikbaar. De stabilisatie zou verbeterd moeten zijn. Het dynamisch bereik en het gebruik bij weinig licht zou een stuk beter moeten zijn dan die voorgaande modellen. Het mooie van die nieuwe GoPro is dat hij nu in 4K tot maximaal 60 frames per seconde kan schieten. Waarin de GoPro Hero 5 komt alleen maar tot 30 frames per seconde. En het mooie natuurlijk van 4K is dat als hij net zoals nu aan een vliegtuig hangt, kan ik hem naar beneden een beetje kantelen. En dan kan ik in de postproductie, aangezien ik een 1080p video maak, kan ik zelf kiezen wat de uitsneden wordt. En dan kan ik hem ook nog een beetje vertragen, aangezien hij dus in meer frames per seconde is opgenomen. Waardoor je echt zo'n beetje een slow motion effect krijgt. Nou, volgens mij kunnen we. Die weten dat ik heel veel in de auto's doe, dus vandaar zijn de GoPro's ook heel erg belangrijk voor me. Die gebruik ik echt al vanaf GoPro Hero 3. En juist natuurlijk om op plekken te komen waar je met een normale camera zoals dit niet kan komen. En ik kan hier gelukkig met wat raceauto's experimenteren met die GoPro. Diegene die achter me staat, maar ik heb een hele vette BMW M3. Ik ga een van de GoPro's even monteren op de rolbeugel hierachter. Zodat je goed de bestuurder kan zien rijden op het moment dat hij over het circuit heen gaat. Ik gebruik een Manfrotto Magic Arm voor. En als het goed is de dynamisch bereik is verbeterd. Waardoor het verschil dus tussen donker en licht zou hij beter moeten kunnen handelen. Weer typisch Hollands zeik weer. Ik heb één GoPro nog op de neus gezet. Hopelijk overleeft hij het. Ze gaan nu beginnen met de kwalificatieronde. Dus we schakelen nu naar de GoPro beelden. Cam test is natuurlijk niet compleet zonder een klein beetje echte actie. Oh, ik heb net die helm nieuw, dus forgive me. Ik zie eruit als Calimero. Oh. En GoPro voorop. Tweede op de stick. En uiteraard boosterboard.
Wat ook verbeterd is bij de GoPro Hero 6 is de slow motion functie. Bij de GoPro Hero 5 kon je in 120 frames per seconde slow motion schieten. Dat is nu verdubbeld, 240. Dat is weliswaar wel in NTSC mode. In palm mode schiet je maar 200 frames per seconde. Nou, ik moet even oppassen. Ik word aangevallen door de golven. Ik heb geen zin om nat te worden. Dan ga ik overlaten aan de service. Ik ga vragen of zij hier op hun bord en eventueel in de hand en zo de GoPro willen vasthouden. Om vervolgens te kijken hoe de slow motion eruit ziet op het moment dat zij in het water ingaan. Een van de dingen die me gelijk opvalt aan de GoPro Hero 6 qua slow motion functie is dat de stabilisatie, die ook verbeterd is, niet aanstaat op het moment dat je slow motion gaat draaien. Nou ja, vind ik al enigszins jammer. En is dat je de field of view niet kan veranderen op het moment dat je hoger gaat dan 100 frames per seconde. Als je 100 frames per seconde schiet, dan kan je nog zeggen, wil ik wel super wijd of ik wil juist heel erg ingezoomd staan. Dat kan nog wel eens helpen op het moment dat de actie niet heel dichtbij gebeurt. Maar op het moment dat je erboven gaat, dus zegt die 200 frames per seconde of die 240, moet je altijd in die visoog schieten. Dat vind ik wel even jammer. Onderaan te gaan. Ik heb de GoPro even op een reling vastgeplakt om een timelapse te schieten. Ik heb er nog eentje hier op de grond staan. Nou is die functie van de timelapse niet veranderd, maar de camera zou het beter moeten doen met minder licht. Daarbij kan je nu ook voor het eerst met de GoPro RAW fotograferen. Dus je kan een functie aanzetten waardoor je dan vervolgens kan je achteraf bepalen wat de setting echt was. Als je bijvoorbeeld een andere witbalans wilt, dan kan dat zonder kwaliteitsverlies. Zo, het is nu echt donker. Ik gebruik gewoon even mijn iPhone als lampje, omdat ik weet dat de GH5 is ook niet heel erg goed in het donker. Ik heb een tijdje geleden nog de GoPro Hero 3 gebruikt in dit soort omstandigheden. En dan leek het eerder op Tetris, omdat je echt meer naar blokken zat te kijken dan echt naar pixels. In principe was de 5 daar al goed in. Veel meer zag je korrel, niet zozeer ruis, maar echt mooi korrel. En daardoor was het beeld al veel beter bruikbaar dan vergeleken met die GoPro Hero 3. Het is natuurlijk niet helemaal eerlijk om een GoPro te gebruiken als je met de watertaxi door de haven van Rotterdam gaat. Maar daardoor zie je wel gelijk wat zo'n camera doet als er weinig licht is. De ISO-waarden zijn behoorlijk omhoog gegaan, voornamelijk op 1600 geschoten. Ik merkte eigenlijk al op het moment dat ik achter op het display keek en toen ik ISO 3200 gebruikte, zag ik al dat het aardig paarsig werd. Dus ik vermoed dat daar heel veel ruis in zat. Maar wat me eerder vandaag ook opviel, is dat de camera veel sneller reageert op het moment dat je verandert, bijvoorbeeld van een hele donkere situatie naar een hele lichte situatie. Normaal had de andere GoPro Hero 5 en Hero 4 die had er veel meer moeite mee en het duurde er vrij lang voordat die belichting aangepast werd en dat lijkt nu veel sneller te gaan. Mijn eindoordeel dan van de GoPro Hero 6? Ja, het is een verbetering, maar dat mag je natuurlijk ook wel enigszins verwachten van dat merk. Het dynamisch bereik is hetgeen wat voor mij de meeste indruk heeft achtergelaten. Er zit nu veel meer informatie in de hooglichten en in de schaduwen. De stabilisatie doet het inderdaad ook een stuk beter, alleen heel jammer dat die dus niet op alle framerates beschikbaar is. De slow motion die verhoogd is en de 4K die een hogere framerate kan opnemen, leuk. Maar dat zijn ook wel
eigenlijk alle highlights. Ja, je kan nog HDR fotograferen en eventueel ook in RAW. Maar kan nog steeds onder water tot en met 10 meter met deze behuizing. De accu's die hetzelfde dus zijn gebleven. Er is een nieuwe app waardoor je automatisch een montage kan laten maken van de beelden die je geschoten hebt. Dat zijn wel eigenlijk de meeste functies waarvan ik zeg woehoe. Daarom krijg ik ook een beetje het gevoel als met een iPhone 8. Op het moment dat de 4, 5 en 6 uitkwamen lag iedereen voor de winkel. Omdat er functies op die iPhone zaten die we nog niet kenden. En daardoor het leven weer een stukje prettiger maakten. En dat is hetzelfde als met die Hero 6. Ja, hij is verbeterd. Maar het is ook weer niet zo dramatisch als toen je van de Hero 3 naar de Hero 4 ging. Dus als het om geld gaat, zou ik zeggen, kies lekker de Hero 5 met wat leuke opties. Een accuutje, handvat, noem het dan maar. Laat jullie vooral ook even weten in de reacties welke camera jullie voorkeur heeft. Druk even die blauwe duim omhoog. Ook even abonneren als je dat niet hebt gedaan. En ik zie je heel graag in de volgende video. Doei!